Misschien even een waarschuwing voor jonge luistervrienden en vriendinnen. Wat nou dan? Om de radio even iets zachter te zetten. Of in ieder geval voorbereid te zijn op wat nu gaat komen. Ja. Ja? Hm? Ben je klaar voor het volgende fragment? Ik weet het niet. Laat maar komen. Is there anything you want to know about me? Anything you didn't know before? Ja, dan denk je toch, waar heb ik net naar geluisterd? Ja, wat zou het zijn? Is het misschien een horrorfilm? Ja, of een vieze film. Of een vieze film. Voor grote mensen. Nou, misschien moeten we voor het antwoord maar even naar de vrouw die achter jou staat. Wij hebben namelijk vandaag in de studio hoog bezoek de Jordan! Yay! Goedemorgen. 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 Hey, Carly. Ja, de vraag stellen is een beantwoorden natuurlijk. Het komt van jouw nieuwe album. Ja. Je bent het zelf, hè, denk ik. Ja. 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 Het is spoken word op je nieuwe plaats. Af en toe fragmentjes waarin je verhaaltjes vertelt. Waardoor je album nog meer als een trip voelt. Hè? Dit is echt een plaat. Je moet echt bij track 1 beginnen. En hem dan niet meer uitzetten. En hem helemaal afluisteren als een goede speelfilm eigenlijk. Ja, dat is wel de intentie geweest, ja. Ja, en die spoken word die moest er aan bijdragen. Nou, ze zegt het eigenlijk gewoon heel goed. Ik hoef het helemaal niet meer nog een keer uit te leggen. Oké, je had net goed thuis kunnen blijven in principe. Dan, ja. Nee, maar dat is, ik zie het in de reclame zo. Ook, daar ergeren wij ons regelmatig aan, Joen. In de reclames vind ik het redelijk erg. Inderdaad, ja, maar... van die verzekeringsreclames, weet je wel. Of een telecomaanbieder. Ja, of er is ook zo'n vakantiereclame. Oh, ja. Of zo'n pianomelodietje van Holiday van Madonna. En dat de reclamestem je dan in zo'n spoken word gedichtje... een bepaald gevoel probeert aan te smeren. Ja, het gevoel is kippenvel. Oh god, hoe gaan we ons hier uitpraten? Want dat hebben wij... Nee, maar dat is in dit geval natuurlijk niet aan. Nee, dat is in dit geval, zeker niet zo. Sterker nog, ik las een recensie in de Telegraph, toch niet de minste. Nee. Die waren nogal lovend. En het regent sterren. Ja, ja, het is echt te gek. Ik moet zeggen dat ik altijd enorm angstzweet krijg van alle recensies. Dat snap ik. Want je zegt toch iets, je hebt je baby op de wereld. Ja, en ik ga dan ook echt zo, wil ik dit zien? Nou, weet ik allemaal niet. En dan deze heb ik dus gelezen, omdat mijn producer, David Kosten, die zit in Londen, die stuurde het door en hij zei, deze is goed. En toen dacht ik, nou, dan kan ik deze wel echt veilig lezen. En toen las ik dat. En voor mij was het grootste compliment dat... ze beginnen eerst met een verhaal van... het is echt heel lastig om uit iets te komen... en een nieuwe act te beginnen of eigenlijk solo te gaan, zoals ik dat doe. En ze gingen even voorbeelden noemen van hoe hopeloos dat kan mislukken. Oh, echt waar? Dus ze somde eerst op van... welke voorbeelden noemden ze? Ja, shit, dat zei mij dus niks. Dat is denk ik wel heel Engels allemaal. Echt goede Engelse voorbeelden, ja. Maar ze hadden een voorbeeld van hoe het wel kan en hoe het niet kan. En aan het eind was het dus dat het mij toch echt wel was gelukt. Dus ja, ja, dus dat is nogal fantastisch. Ja, je krijgt natuurlijk ook van heel veel media nog de vraag... Kijk, wij hebben jou gevolgd vanaf het prille begin, de eerste single. Toen was je hier al, toen hebben we het ook gehad. Over nou eerst Caro Emerald en dan voor jezelf beginnen. Maar je moet dat verhaal natuurlijk op veel plekken nog steeds vertellen. En ja, uitleggen. En ik denk dat dat ook nog wel even blijft. Ik ben net naar Duitsland geweest. En dat was voor het eerst, nu als de Jordan. En nou, dan moet ik dus alles weer even uitleggen, weet je wel. Dus dat gaat wel even duren. Ja, maar je straalt, je kijkt gelukkig. Dat viel me al op toen je hier was om je eerste single te doen. Ja. Ja, vind je dat echt? Ja, dat vind ik echt, ja. Ja, niet dat je heel ongelukkig oogde als Caro Emerald destijds. Dat wil ik er ook niet mee zeggen. Nee, maar gewoon, weet je wel, we spraken elkaar bij de Gouden Notenkraker uitreiking. Daar mocht je natuurlijk voor je collega's spelen, wat ook heel spannend was. Zo. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon goed, weet je wel. Je hart volgen en je eigen ding doen. En los van wat iedereen er eventueel ook van zou vinden. Weet je wel, als je doet waar je van houdt en als je hart volgt, dan kan het nooit mislukken. Nee. Ja, dat zeg ik wel minstens één keer per dag tegen mezelf. Ja. En het werkt. Ik hoop het. En het is gelukt. Nowhere Near the Sky is je nieuwe plaat vorige week uitgekomen... met dus heel veel lovende recensies. Ik zou zeggen, ga hem proberen dit weekend als je een uurtje hebt. Zet hem aan, want je krijgt ook waar voor je geld. Er zijn heel veel tracks. En laat jezelf meeslepen in die film dat het nieuwe album is. Je gaat Temptation doen, denk ik, hè? Ja. Dat is en blijft even de single. Ja. Ja, want die gaat ook hartstikke lekker. Ja, zeker. Zijn jullie er klaar voor? Ja hoor, as ready as can be. Temptation live in de ochtendshow. De Jordan. None of us speak when we all know the truth. Who is the star? You gave me nothing to lose. Not looking for. I travel in my head, won't let the devil
Now we just want peace and love. Jordan! Ja. Kun je nog even wat zeggen? Sommige mensen geloven niet dat het live is. Ik zie het. Nou, ik sta hier keihard weer. Ja, we hebben het gezien. Nee, oh, wat een mooie appjes allemaal, joh. Wat is de beste luistertijd voor je nieuwe album? Zeg maar, stel je voor, ik moet morgen een autoritje maken. Want dit is wel lekker, zeg maar, als die zon net opkomt. Hè, met de mist nog een beetje boven de velden. Ik vind de auto sowieso een heel erg goed idee. Ja, ik vind het ook een luisteralbum, dus je moet er wel aandacht voor hebben. En dan is de auto fantastisch. Nou, als je straks onderweg bent naar Maastricht. Ja, precies. Als ik 2 meter bier ga halen. Ja, je hebt er 45 minuten voor nodig. En dan heb je het hele album beluisterd. Ja. Ja. Nowhere Near the Sky heet de plaat. Is dus een week uit met daarop Temptation. Fijn dat je er was. Ja, dankjewel. Vond het heel leuk. Ja, en Bent ook. Lekker gespeeld. Woo! NPO Radio 2.